ik wil een vis vangen. Vis, kom. Wat is dit nou weer? Wat is er aangespoeld? Torben heeft sowieso weer zijn rommel weer niet opgeruimd. Wat is dit? Een creative potion. Wat is er? Een creative potion. Oké, wacht. Torben is online. Torben? Torben? Huh? Torben? Wat? Torben? Wat? Heb je weer je rommel weer niet opgeruimd? Oh, ik heb helemaal niks opgeruimd. Wat is dit dan? Wat is dit? Creative potion? Geef eens. Geef eens. Niet gooien, niet gooien. Oh, yeah, niet gooien. Shit. Wat is dit? Ik denk een potion waarin wij misschien in creative kunnen, maar ik durf het niet. Nou, dat kan toch niet? Dat werkt toch niet? Ik weet het ook niet. Wacht, we kunnen het proberen, maar ik weet alleen niet of ik het vertrouw, Torben. Ja, wacht, laat mij ook even mijn spullen veilig hier... Torben, ik heb niet eens armor, hè? Ja, daarom, ik vertrouw het niet. Wacht, dadelijk ga ik in één keer dood of zo. Oké. Okay. Ja, dat is gewoon zo dood. Zo, kijk, ik ben even goed beveiligd nu. Wat is er? Wat is er? Ik wil mijn armen niet kwijtraken. Maar nu ben ik goed beveiligd. Oké. Kijk, alsjeblieft. Ik doe het terug. Oké, Torben, ik weet niet wat er gaat gebeuren, maar laten we het gewoon doen, ja? Oké. 3, 2, 1. Torben! Huh? Torben, ik zit in creative. Ik kan vliegen! Torben! Waar? We kunnen vliegen! Nou? Torben, hallo! We kunnen vliegen! Let's go! Voor hoe lang kan dit? Ik heb echt geen flauw idee hoe dit werkt. Wacht, Torben. We moeten dit nu slim benutten. Oké, wacht. We mogen... Kijk. Torben, we gaan regels afspreken, ja? Oké. Je mag geen diamonds inspannen, want dat is vals spelen in survival. Dat mag niet. Ja, is goed. Oké, we gaan allebei gaan we een boot bouwen in creative. En de winnaar, die wint dat diamond blokje. Ja? Oké, deal. Dat win ik sowieso. Nee, ik ga dit sowieso winnen. Oké, en weet jij wat voor boot je gaat maken of niet? Ja. Een motorboot. Een motorboot? Ik ga een mini-jacht maken, denk ik. Gaan we het hier gewoon maken? Ja, tuurlijk. In het water. Oké, ga jij daar maar even bouwen? Ga ik hier even bouwen? Dan zie ik je zo weer, ja? Oké. Ik ben heel benieuwd wat jij ervan kan maken. Oké, we beginnen met de white concrete. Die zet ik even hier neer. En dan is dit de onderkant van de boot. Kijk, de onderkant van een boot, die moet natuurlijk in het water zitten. Kijk, zo. En dan, kijk, dan komt die uiteindelijk op deze manier zo omhoog. Oké, dit vind ik alleen niet zo mooi. Hij moet iets anders omhoog. Ik denk dat die op deze manier omhoog moet. Ja, dit is denk ik wel mooi. En dan de achterkant moet eventjes iets langer. Kijk, zo. En dan bouw ik eerst gewoon even de buitenkant van de boot. Ik denk dat dat wel even het slimste is om te doen. Een boot maken is eigenlijk best wel moeilijk. Kijk, en dan hier aan de andere kant doe ik even hetzelfde op deze manier. Zo. Ik kan sowieso mooier de boot bouwen dan Torben. Torben is echt een noob. Wat is hij nou aan het doen? Torben is een of andere roze boot aan het maken. Oké, en hoe ga ik dit nu mooier maken? Ik wil nu eigenlijk, kijk, op deze manier een soort van punt maken. Ik ben alleen niet heel goed in bouwen. Kijk, zo. Dit ziet er wel mooi uit, denk ik. En dan doe ik aan de andere kant hier gewoon even precies hetzelfde. Zo. En dan, kijk. En dan hebben we nu, als het goed is, een soort van punt. Ja. Alleen dit blokje mag weg. Die vind ik niet zo mooi. Deze mogen ook weg. Kijk, zo. En dan hebben we nu dit. En dan moet dit eigenlijk ook weer veranderd worden. Dit moet op deze manier geplaatst worden. Kijk, hier een blokje. En dan is dit een beetje mooi. Ik denk dat dit wel mooi is. Kijk, hier een blokje. Dan moet die weg. En dan staat die nu goed. Ik denk het wel. En dan deze weg. Deze weg. En dan moet ik hier een blokje plaatsen. En dan als het goed is, heb ik nu de punt van de boot. Oké, ik weet niet hoe ik het heb gedaan, maar het is best wel mooi gelukt. Wat alleen jammer is dat ik mijn boot rood wil hebben. En nu heb ik een witte boot gemaakt. Ik wil alleen de onderkant van de boot wit hebben, niet de hele boot. Kijk, dit gedeelte wil ik wit hebben, zo. Dit gedeelte wil ik ook wit hebben. Kijk, zo. Het moet uiteindelijk een mooie, moderne, rode jacht worden. En dan moet dit gedeelte moet rood worden. Dit moet rood worden. Eigenlijk moet de hele bovenkant van de boot gewoon rood worden. En dat ziet er al zo uit. Oké, het begint best wel mooi al te worden. Kijk, en dan de zijkant van de boot, die maken we ook rood. De andere zijkant van de boot, die maken we ook rood op deze manier. En dan heb ik raampjes nodig. Ik denk dat ik zwarte raampjes wil gebruiken. Ik zet hier een raampje neer. Ik zet hier een raampje neer. En ik zet hier een raampje neer. En dan aan de andere kant doe ik precies hetzelfde. En dan hierop zet ik dan weer een laagje rood. Hierop zet ik weer een laagje rood. En om het af te maken zet ik daarboven nog één laagje rood neer. Zo. Kijk, hier nog wat rood. En dan is de basis van mijn hele mooie rode jacht klaar. Oké, het zag er in mijn hoofd mooier uit. En ik heb het ook helemaal scheef gedaan.
hoe ga ik dit nou oplossen? Wacht, hier moet een raampje en dan moet hier een raampje, zo. En dit moet weg. Kijk, dit ziet er een stuk beter uit. Torben, lukt het bij jou een beetje je boot? Waarom ben je een roze boot aan het maken? Omdat ik dacht, dat is een keer iets anders. Een roze boot. Je weet dat ik die nu ga winnen, hè? Kijk, ik ben een super deluxe rode jacht aan het maken, hè? Ik ben een prinsessenboot aan het maken. Laat mij lekker mijn eigen ding doen. Oké, ga jij maar verder met je prinsessenboot. Dankjewel. Oké, nu is het tijd voor de bovenkant van de boot. En daarvoor heb ik slabs nodig. En dan wil ik witte slabs gebruiken. Kijk, de achterkant wil ik op deze manier laten aflopen. Dat is bij een echte jacht ook altijd. Kijk, op deze manier, zo, zo, zo. En dan om de boot heen wil ik hier dus allemaal dus van deze witte slabs. Ik denk dat dat wel mooi is. Zodat je dus uiteindelijk dit krijgt. Voor de achterkant heb ik dan stairs nodig op deze manier. Kijk, zo. En dan hier weer dit. En aan de binnenkant van de boot wil ik hout maken. Dus hier wil ik een soort van slabs hebben, zo. Kijk, en dan dit steekt een beetje uit. Dit is bij een echte jacht ook altijd. En dan hier vervolgens trappetjes omhoog. En dan wil ik dit op deze manier gewoon helemaal van hout hebben. Oké, volgens mij moet ik dan... Oh, ik moet nog meer trappetjes omhoog. Oké, hier nog een trappetje op deze manier. Zo, hier nog een trappetje. Kijk eens aan, dit ziet er toch vet uit. De binnenkant van de boot, dat maakt niet uit. Dat doe ik een andere keer wel. Wat voor... Torben is echt een hele lelijke boot aan het maken. En zo, oké. Nu is een groot gedeelte van de boot al klaar. En ik moet zeggen, ik vind hem best wel mooi. Alleen mist er nog. Wat. Ik moet namelijk iets hebben waardoor je ook kan sturen met de boot. En hoe ga ik dat maken? Ik denk hier zo. Kijk. Dit wordt dan zo de stuurkant van de boot. Ik denk dat dit wel mooi is. Ik weet het niet zeker. Kijk, hier doe ik dan vervolgens weer wat rood. En dan plaats ik hier weer wat rood op deze manier. Zo. Nee, trouwens, als ik hier gewoon slabs plaats, dat is denk ik nog mooier. Kijk, zo. En ik moet zeggen, ik vind het er op zich best wel vet uitkomen te zien. Kijk, dit is dan de ingang van de boot. Hier zet ik nog even wat slabs neer. Hierboven doe ik ook nog wat slabs, maar dan even eentje hoger. Kijk er hoe vet dit eruit ziet. Dit glas moet ik trouwens iets verder doortrekken. Kijk dan, dit ziet er toch gaaf uit. Hier wil ik de slabs weer weghalen. En hier wil ik eigenlijk op deze manier stairs neerzetten. Kijk, zo. En dan hier weer stairs. En dan hier weer stairs. En dan hier weer stairs. Eens even kijken. Dit ziet er toch vet uit. Doen we hier vervolgens weer wat slabs. Hiertussen zetten we een wat hogere slab neer. Dan pakken we wat chains. En dan hier een chain, hier een chain en hier een chain. En eens even kijken. Oké, ik moet zeggen, ik vind dit echt een hele mooie boot. Een boot heeft natuurlijk ook een anker nodig. Dus die gaan we ook even maken. Zo. Het anker hoeft natuurlijk niet echt te zijn. Of nee, we gaan hem wel echt maken. Kijk, we pakken even een anvil erbij. Kijk, de anvil zetten we hier neer. Hoppa. Oh, dat werkt niet. Oké, het water is hier wel heel diep. Jullie snappen het idee. Wacht, kijk, ik doe gewoon even dit en dan boom, een anvil. Kijk, daar hebben we ook meteen een anker. En dan de binnenkant van de boot. Kijk, als je hier wilt naar voren, dan moet je via de buitenrand. Dat kan op zich wel. En dan hier heb je zo'n lekker lichtbedje. Dan kan je lekker chillen. En hier moeten we natuurlijk nog een stuur hebben. Ik denk dat ik daarvoor hier een barrel plaats. En dan hier een trapdoor, want dat lijkt dus best wel op een stuur. Kijk, dan zetten we hier binnen ook nog een crafting table neer. We pakken hier even een item frame. Zo, en dan doen we even een kompas neerzetten. Dan weet je ook waar je heen moet. En dan is mijn boot denk ik wel klaar. En oh mijn god, ik zit weer in survival. Dit meen je niet. Waarom zit ik weer in survival? Ik denk dat de potion is uitgewerkt. Torben. Zit jij ook weer in survival? Ja, ik viel net uit de lucht. Ja, ik ook. De potion is uitgewerkt. Maar wat heb jij voor lelijke boot gemaakt? Nee, dit is de evil prinsessenboot. Nee, oh, dit is echt de lelijkste boot. Hoe kom ik hierop? Hoe kom ik erop? Nee, niet. Je moet een prinsesje zijn. Ik ben toch een prinsesje, Torben. Ik kom niet eens op jouw boot. Dit is echt de lelijkste boot ooit, Torben. Maar het is ook niet de bedoeling dat je aan boord kan komen als de boot niet aan land is. Ik ben aan boord. Hallo. Ik ben aan boord. Nou, een rondleiding. Ja, geef mij maar even een rondleiding op je boot. Kijk, hier is de prinsessenkamer. Torben. Ja. Dit is echt een... En hierboven... Zo, dan kan je omhoog en dan kan je zo bootje varen, sturen en zo. Dit is echt de lelijkste boot die ik ooit heb gezien. Heb je mijn boot gezien in de verte? Die lelijke stinkjacht. Nou, kom, ik zal hem je wel even laten zien. Kom maar mee. Maar ik weet zeker dat jouw kijkers mijn prinsessenboot mooier vinden. Nee. Jawel. Ik weet zeker dat mijn kijkers mijn boot mooier vinden, Torben. Nee. Jawel, ik heb gewoon een mooie luxe jacht gemaakt. Kijk, hier via achter kan je op de jacht en dan hier binnen... Heb je een kompas, weet je precies waar je heen kan. Hier kan je sturen. Ik vind het wel een beetje krap hier hoor. Ik voel me helemaal benauwd. En dan hier via buiten, kijk. Hier kan je lekker zonnen.
Oh, dat is wel lekker. Ja, hè? Dat is wel lekker. Dat is wel lekker, ja. Ik vind dat ik het diamantblok heb gewonnen. Maar dat mogen jullie even achterlaten in de reacties. Prinsessen!